In de kapel van Kerselare bij Oudenaarde worden de beruchte gele stutten verwijderd. De stutten staan er al zo'n 8 jaar om het dak van de kapel te ondersteunen. 15 jaar geleden al vielen er schilfers naar beneden en bleek het gebouw betonrot te vertonen. Uit vrees voor erger werd het dak voor de veiligheid gestut. Maar vorig jaar wees een studie plots uit dat de stutten helemaal niet nodig zijn. Het gebouw verkeert in veel betere staat dan altijd werd gedacht. De kapel in Kerselare is een van de bekendste ontwerpen van de brutalistische architect Julien Lampes uit Eken. Lampes overleed eind vorig jaar.